Welkom dames en heren bij de gratis apps waarin ik leuke apps speel voor je mobiel om te spelen. Ja, logisch, je gaat niet naar een app kijken. Je moet het echt spelen. En ik laat jullie nu een game zien vandaag en die is echt verslaafd. Ik heb hem ook op mijn mobiel gespeeld, daarom wil ik hem aanraden aan jullie. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, we gaan eens even kijken, jongens. We hebben talloze spelletjes en we gaan dit keer Bad Piggies spelen. En Bad Piggies is echt een heel leuk spel. Ik laat het gewoon zien. We gaan vanaf het begin beginnen. Het is natuurlijk van de makers van Angry Birds, maar het is... Dit keer speel je dus gewoon de bad guy. Ja. En echt een pluspunt voor de muziek. Ja, ik vind de muziek altijd zo verslaafd in die mobiele spelletjes. We gaan eens kijken. Er is dus een koning varken. Die wordt gedragen door een aantal kleinere varkentjes. En ze zijn natuurlijk op zoek naar de eieren van de Angry Birds, want daar zijn ze verslaafd aan. Ik weet niet hoe ze kunnen koken, maar ze kunnen het gewoon. Ze gaan dus een landkaart maken, maar die wordt verschroeid door een ventilator, waardoor de stukjes papier in de rond vliegen. En dat is natuurlijk niet zo fijn, want nu moeten wij de stukjes papier gaan terugvinden om de routebeschrijving te kunnen vinden van... Je raadt het al, om de eieren te zoeken. Nou, hier wordt het uitgelegd, maar natuurlijk weet ik hoe het werkt en ga ik jullie uitleggen. Je kan op de lichtbol klikken en daarin staat dus hoe je een autootje maakt. Nou, je ziet dat je dus het gewicht moet verdelen, dus het is een beetje echt een nadenkspel. Het eerste level is best makkelijk. Je maakt een autootje en dat autootje moet draaiend gaan. Dus dit is natuurlijk level 1, dus heel simpel. We moeten het biggetje plaatsen in het midden, want we blijven het evenwicht lekker in het midden. En dan gaan we kijken of deze goed genoeg is om de finish te halen. Oeh. Maakt niet uit. Maakt niet uit dat we, zeg maar... Oké, dat was heel hard. Maar dat maakt niet uit, we zijn er hebben gehaald. Staat hij niet een beetje te hard? We hebben 3 sterren gehaald voor het eerste level. Dat kan ook niet anders. We krijgen natuurlijk steeds moeilijkere levels. En ik ga jullie vertellen wat die moeilijkere levels zijn. We gaan dus hier even wat maken. Kan ik even kijken hier random? Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Reclame! Ik hou niet van reclame! We gaan een autootje maken. En dat autootje maken we gewoon 3 breed. En dan plaatsen we 2 wielen onder. Gaat hij niet naar achter? Nee, wacht. Ik weet het. Wacht. Links, die daar staat, die moet je pakken. Dus wat we nu doen is het volgende. Snap je hem? Ja. Helaas hebben we niet de 3e ster gehaald, maar dat is dat we hem wel opnieuw kunnen spelen. En als we wat doen, dan gaan we hem nu op tijd doen. De video kan niet worden afgespeeld. Jongens, hou nou op met die reclame! Het valt best mee hoor, qua reclame, maar ik denk dat ik gewoon elke keer verkeerd klik. Heb ik het gevoel. En we gaan sneller. Kom op, we moeten hem halen binnen een paar seconden. Kom op. Yeah! Ik weet niet hoe enthousiast ik kan zijn, maar Bad Piggies is gewoon een hele vette game. Je kan hem ook gratis spelen op een website www.davinstel.nl. En al bij spelletjes staat hij ook ertussen, want dit is echt een heel gave game. Wat moeten we hier doen? Ik weet het niet. We gaan maar gewoon wat uitvogelen. Zo. Ik denk dat we eerst deze moeten gaan doen. Want we gaan eerst door deze grot heen. Waarna we lekker kapot gaan en het niet meer lukt. Denk ik. Nee, helaas. Dit was niet goed. We gaan een andere tactiek proberen. Oh, shit! Rustig aan. En terug. Oh, dat maakt niet uit. We halen het toch niet meer. Yes! En we hebben iets geunlocked. Ik weet niet wat. Wat is dit? Moet ik hem gewoon plaatsen? Oké, YOLO. Dat was het level. Maar hoe krijgen wij die doos? Dat ga je zelf maar uitzoeken, mensen. We gaan door naar het volgende level. Zo. En daar gaat hij. Het is best heel simpel, zeg maar. Maar het is leuk, want als je dan de 3 sterren wil halen, moet je je geheime doos vinden. Die zit aan de andere kant. Jullie denken, wat een eentonig spel, maar het wordt echt heel erg gevarieerd met echt heel veel objecten. Je gaat heel veel nieuwe dingen krijgen in het spel. En hoe verder je komt, hoe lastiger het wordt. Ik weet niet of ik hem heb uitgespeeld, maar het is echt een heel pittig spel. Dat zeg ik je al van tevoren. Je krijgt ook een ster zie je als je de ventilator niet gebruikt. Ik weet al de tactiek, wacht even. Ik weet al waarschijnlijk wat de bedoeling is.
Daar gaat hij, mensen. De tijd is gestart. 10 minuten hebben wij de tijd. Oh, nee. Oh, er moeten 2 van die ventilators aan, natuurlijk. Oh, ik zag het niet. Ja, nee! Ja! 1 ster, maakt niet uit, we hebben hem gehaald. En daar gaat het om. Nou, zoals je ziet zijn er echt talloze levels. Dan heb je meerdere werelden. En dan heb je ook meerdere episodes. Dus oftewel, je kan echt heel veel levels spelen. Mensen, bedankt voor het kijken. Nee, ik ga gewoon nog eentje proberen. When pigs fly, we laten gewoon eentje nog zien. Nou, zoals je ziet kunnen we dus een ballonnetje plaatsen. En een piggetje. En wat doet hij dan? Hij gaat... En wachten kan lang duren. Maar het biggetje gaat heel erg lief. Zo moet je het level eigenlijk spelen, hoe ik het nu doe. Dat is eigenlijk officieel hoe je hem speelt om alles te halen. En nu is het gewoon wachten. Hij gaat steeds harder als het goed is, ronddraaien. Ik ben zo blij dat die biggetjes, dat die rond zijn, die varkentjes. Dat vind ik zo fijn. Mensen, bedankt nogmaals voor het kijken. Vergeet niet de video te liken als je een leuke video vond. En vergeet ook niet te abonneren in het midden van het scherm. Dus daar. Sorry, ik keek weer helemaal scheel en zo. Tot de volgende video bij de gratis apps. Doei!